Interieur, dat gaat natuurlijk over het meubilair dat je nodig hebt, maar ook over de leuke ditjes en datjes die je gebruikt om het op te fleuren. Ik sta hier op de bovenste verdieping van de Woonboulevard en hier achter mij is Casa en daar ga ik vandaag een dagje meelopen. Mijn naam is Anne en dit is Anne werkt bij. Hallo! Hi! Anne toch? Ja, ik ben Anne inderdaad. Ik ben Peter van Casa. We gaan meelopen vandaag. Kom maar in. Zo, nou, daar zitten we dan. Ja, dat klopt. Nou, Peter, vertel. Hoe lang werk jij hier eigenlijk al? Ik werk er sinds augustus 2019. Dat is nu een dikke jaar. De eerste keer dat ik binnenkwam was in Eindhoven. En ik dacht meteen van, dat soort mensen spreken me aan, het is betaalbaar. En toen ik mijn vacature zag, in heel erg dat ik niet moet op reageren. Het motto van Casa is heel erg thuis. En dat thuisgevoel, dat wil Casa heel erg creëren en benadrukken. En dat merk je dan echt. En de mensen die hier komen, dus het zijn vriendinnen, studenten, koppels, ouderen. Er is voor iedereen wel wat wils. We hebben dan drie stijlen waar we gebruik van maken elk jaar, twee keer per jaar. En in dit geval hebben we dan de henna. En henna is oosters geïnspireerd. Dat is een stukje nieuw, die hebben we naar binnen gekregen, speciaal voor deze stijl. Dan hebben we hier ook nog de aspen. De aspen is een soort van het winter wonderland. Dat zie je ook wel terug in de kleuren. Het is behoorlijk wit, het is grijs, het is blauw. Daarmee werk je dan ook met keramiek, je werkt met zacht hout, lichte kleuren. En die zie je dan ook hier echt in terugkomen. Ja, op het moment zijn droogbloemen natuurlijk echt helemaal trendy. Dus die hebben ze hier nou ook bij Casa. Echt super leuk. Kijk hoe schattig. Ja, die kun je veel langer mee doen dan een gewoon bosje bloemen natuurlijk. En dan hebben we nog bourbon. En bourbon zijn de warme kleuren met een rijke uitstraling. En denk daarmee bijvoorbeeld aan getint glas, messing, goud, donker riet. Dat zijn allemaal dingen die terugkomen. En ik begrijp dat jullie dit allemaal zelf doen, dat opbouwen. Dat klopt. Hartstikke leuk. En ik mag jou daar vandaag mee gaan helpen. Ja, dat klopt. En wat gaan we vandaag doen? We gaan ombouwen. We gaan een hele presentatie gaan opbouwen. En dan mag je daarmee gaan helpen. Oké, nou, laten we aan de start gaan. Hoi Anne. Hallo. Ik heb gehoord, je komt ons vandaag helpen. Ja. Wat we gaan doen is vandaag, we gaan een nieuwe flex opbouwen. We gaan nu het herfstseizoen introduceren en daar hebben we wat nieuwe producten voor. En we gaan hier een mooie binnenkomer maken dat mensen meteen geïnspireerd zijn als ze de winkel inkomen. Dus gaan we samen aan de slag. Anne, we gaan eens kijken hoe creatief jij bent. Ik heb een tafel voor je leeggeruimd. En ga maar opmaken. Dan gaan we de rollen eens omdraaien. Anne, lukt het? Oh ja, ik denk dat het wel perfect is, of niet? Wat ik wel bijvoorbeeld mis zijn wijnglazen. Ja, ik zie het al. Jullie zijn de echte professionals. Ondanks alle servies dat ik heb gebroken, mag ik gelukkig nog terugkomen bij Casa en waren ze toch wel blij met mijn hulp vandaag. Nou, ik heb me vandaag een echte interieurontwerper gevoeld en ik voel de herfstkriebels al helemaal zitten. Dus kom zeker een kijkje nemen bij Casa of als je nog meer inspiratie wil opdoen, kijk even hieronder in de link.